Een team van experts dat objecten beoordeelt op hun echtheid en waarde. Het gebeurt bijna altijd met kunstvoorwerpen, maar nu dus eens met meubels en voorwerpen van de Rotterdamse firma Gispen. Dit is een houten tafel en ik dacht dat de gispen is metaal. Dacht ik ook, dus ik heb altijd getwijfeld. Mijn moeder zei het is een gispen, maar ik heb in de bibliotheek hier in Rotterdam gekeken, ik heb gegoogeld, maar nooit iets kunnen vinden. Ik zie toch wat gebruiksschade is. Ja. Mijn vader was schilder, dus ik weet niet of hij hem overgeschilderd heeft. Ja, praat er niet over aan. Terwijl deze man op de gang wachtte, zijn de deskundigen al bezig met het beoordelen van tal van andere objecten. Voor de eigenaar van dit hobbelpaard slecht nieuws. Dat is het groot paard. Het is volgens mij van Elektrabuis gemaakt. Gispen heeft veel lampen gemaakt, maar dit exemplaar is een hele speciale. Ik vind het wel heel verrassend. Ik had minder uitzonderlijke dingen verwacht. Nee, en het team van specialisten is ook echt enthousiast. Ja. En dan het moment van de waarheid voor de mannen met de pas op tafel. Wie weet levert er wel heel veel geld op natuurlijk. Een spannend moment. Een ton hadden we ongeveer geschat. Is dit een bijzonderheid, deze tafel? Nou, we hebben hem eigenlijk nooit gezien. Het is natuurlijk een supersimpele tafel. Ik zou gek zijn als ik hier flauw van viel. Maar stop meneer even met zijn vader een beetje te praten. Van wat zou dit dan opleveren? Oh, dat weet ik niet. Niks. We zijn verrast over het aantal mensen dat hier naartoe komt. We kwamen vanmorgen aan bij het museum en toen zaten er al mensen op een stoel voor het hek te wachten om hun gispenmeubel te laten zien.